Hi, welkom bij NFF TV, het dagelijkse journaal van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De stad had vandaag een gouden tintje en het kwam omdat er een stoet gouden kalveren door de straten liep. Onder leiding van modekunstenaar Aziz vertrok het défilé van Museum Catharijnenconvent richting de stad Schouwburg, waar vrijdag de gouden kalveren worden uitgereikt aan Nederlands beste filmmakers. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons. Nadat de gouden kalveren veilig waren aangekomen bij de stad Schouwburg, ging het feest nog even door. Want daar werd namelijk de jubileumavond gevierd ter ere van de 30ste editie van het Nederlandse Filmfestival. Een avond vol films, muziek, warme herinneringen en een hele bijzondere postzegel. Hoe is het om op een postzegel te staan? Lekker. Nee, joh, nou ja, heel, heel bizar natuurlijk. Met het idee dat straks honderden mensen je postzegel likken. Ja, vind ik wel een geil idee. En hoe is het om een postzegel te regisseren? Ja, het was heel grappig. Het was gewoon good fun, weet je. Het is een ode aan de Nederlandse postzegel, ode aan de Nederlandse film. En het is gewoon twee liefdes voor mij in één, want ik was vroeger postzegelverzamelaar. Wat betekent dit festival voor de Nederlandse film? Inmiddels is de Nederlandse film al heel erg volwassen. En het festival ook. Dat loopt als een tierenlier. Dat is goed georganiseerd. Heel veel programma's, ook voor een groot publiek beschikbaar. Ja, wat moet ik zeggen? Wat groot? Ik kan hier heel lang mee spelen. Wat is jouw mooiste festivalherinnering? Oeh, dat zal toch misschien wel mijn eerste kalf zijn geweest. Ik was er helemaal niet op bedacht. Totaal niet. Ik was ook een beetje ziek en ik had een bril op en ik had me ook helemaal niet echt leuk aangekleed. Of ik had het totaal niet verwacht. Het festival zit er bijna op. Donderdag is de laatste vertoningsdag van het Nederlands Filmfestival. Dus wil je nog even naar de film, dan moet je er snel bij zijn. Wil je meer informatie? Ga dan naar onze website filmfestival.nl. Tot morgen. Doei!